天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van bruidsmodezaak Treschik uit Hengevelde gaan de medewerksters op reis naar China. En in China is niets hetzelfde als in Nederland. Daar doet ze de behoefte af. Vreselijk toch, maar kijk, loopt er allemaal langs heen. Verdamme, wat stinkt nou niet. Ugh. Op het Chinese platteland worden de koekjes nog met de hamer gemaakt. Je gaat koekjes maken. En ik heb er net een stukje geproefd. Ik moet zeggen, bijzonder lekker. Smaakt naar muesli. En ook hier vind je soms een vrouw in een boom. Ik weet niet precies wat ze hier doen, maar zit een mevrouw die zit hier in de boom en ze hangen lintjes op. Ik denk echt dat het echt een Chinees iets is hoor. Oh, wel mooi. Gerrit koopt een katapult. Jongens, daar gaat ie. En niemand wil naar huis. En overal in China is thee. Thee en nog eens thee. Oh, die waren net gebruikt, denk ik of zo. Afwasmachine hebben ze niet. 1, 2, 3, 7! Volgende ronde. Ik heb wel iets naar de 4 thee proefje verschil niet meer. Smaakt lekker goed. Ik kan het best drinken, hoor. Ja, een nootje. No fruit. Je eet sowieso geen fruit? Jawel, vers fruit uit Nederland, maar niet hier. Nee, dat neem ik niet. Druiven, kiwi, eigenlijk alles. Bloem. Ik vond de eerste en de derde die vond ik zelf wel lekker. De tweede die vond ik het goorst. De tweede en de derde vind ik het goorst. Ja, hallo. Ja, kijkdoos. Die gaat weer kiek. Ja, dat is 3,20 euro. Dat wordt weer niet anders wat. Two times. Niet zoveel, hè? We mogen daarin kijken. Het is net een ouderwetse kijkdoos. Maar dan op zijn Chinees. Dus ik ben heel benieuwd. Zie je dat? Oh. Nou, het is toch verschrikkelijk wat we hier zien. Het zijn gewoon schilderijen, hè? Die hij zelf getekend heeft, die is hier veranderd in een kip. Dat is een kip. Ja, dat is een kip. Ik zie het, is een kip. We gaan door. Wist je niet, hè? Ik kan het ook. Oeh. We zien een naakt kindje. Toch? Hanna? Oh, eentjes. I know. Ja, geen zo eenden. Ja. Oh, god. Nou, geweldig. Schud, ik heb er warm van. Ja. Oh, nee, dat smaakt naar aftreksel van boerenkool. En dit vond ik meer broccoli. Iets sterker. Ja, nee. Je houdt niet zo van broccoli. Jawel, ook van broccoli was het. Maar hier in China? Nee, even niet. Nee, ik vind het niet lekker. Nee, ik vind het niet lekker. Nee. Ja, we gaan weer verder. Good evening, everybody. Oh, thank you for coming here. Sorry, we have a little bit delay. Ik heb vanavond in principe al mijn personeel. Of het personeel in China uitgenodigd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. We are not coming back tomorrow to the company, so we say goodbye tonight to everybody here. Ik zeg, mix er lekker een beetje op. Breng wat leuks mee voor je Chinese collega's. Ik denk dat lopen zelf straks wel, als je een uurtje verder bent. So for now, all have a nice dinner. Ik heb een boekje gemaakt met allemaal foto's. Heb je zelf foto's van je man en van je hond en alles hoe je leefde? Pictures from Holland, van mijn home. You look. Ja. Nou, dat heb ik gedaan, een beetje van mijn woonplaats waar ik woonde en van mijn huis en van mijn hond en zo. Dit is een klompenfabriek. Shower, hot shoes. You understand that? Yeah, I understand. Yeah. Okay, this I live next to. Op het afscheid wordt het glas geheven en dat is dit keer geen thee. Morgen vertrekt het gezelschap naar Beijing. Dat zie je in de volgende aflevering. Tot dan!